Ja, het doel is niet optimaal voor de sporters te zijn. Dat verklaart Ed Sheeran de hele tijd. Ik snapte het dan niet. Dus ik denk dat het belangrijkste is eigenlijk niet eens wat voor apparatuur de gym heeft, maar wat voor mensen daar binnenlopen. Hoeveel euro denk je dat deze hele gym waard is? Hoi, en wat leuk dat je luistert naar de officiële Sportpoeder podcast. En vandaag hebben we wel een heel bijzondere gast. Hij is auteur, internationaal spreker en eigenlijk een professor in het creëren van succesformules. En nog veel meer. En vandaag krijgen we de kans om met hem een podcast op te nemen. En met deze antwoorden die je gaat krijgen, kan je misschien nog wel groter worden dan King Kong zelf. Ik zit hier met Frank den Blanke. Hoi Frank. Goedemiddag. Wat top dat wij hier mogen zijn. En natuurlijk met Red. Hè? Hi, ik ben er ook bij. Ik kijk om me heen, ik zie een lijpe sportschool. Ja. Is dit de enige sportschool in Nederland die er zo goed uitziet? Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb gewoon best wel, ik moet een home gym, gewoon een hele luxe home gym te maken. Maar hij heeft bijna alles wat een normale sportschool heeft, heeft hij ook wel. En dit is allemaal wel gepersonaliseerd op jouw eigen... Ja, dus wat ik gewoon gedaan heb, is gewoon gekeken van oké, wat heb ik nodig om... Nou, ik geef een keer ook kampen en workshops en dat soort dingen. Wil ik natuurlijk wel de beste apparatuur gebruiken, zodat ik het optimaal kan uitleggen, zodat je ook merkt wat je daadwerkelijk wilt doen. Dus ik heb inderdaad echt hand gekozen van oké, die wil ik wel helpen, dat wil ik niet hebben, dat wil ik weer wel hebben. Dat heb ik echt gedaan. Want je geeft hier workshops, Je geeft workshops, wat doe je nog meer? Nou, dat zijn voornamelijk dus voor het filmen. Dus alles wat je op social media voorbij ziet komen, wordt hier gefilmd. En dan doe ik muscle camps geven, dat is gewoon een praktijk, dagen, dat ik echt oefeningen uitleg van hoe je traint optimaal voor spiergroei. Dat is waar PT'ers ook gewoon les krijgen, toch? Ja, dus het is niet alleen personal trainers, want dat denken heel veel mensen, maar het is voor personal trainers gewoon om een next level te krijgen qua oefening, uitvoering. Ja. Maar ook gewoon voor mensen die zeggen van ja, ik wil gewoon goed uitzien, ik wil gewoon weten hoe ik optimaal moet trainen. Ja, dan leg ik dat gewoon uit. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk dus een combinatie van theorie boven en dan beneden is praktijk. Dus dat doe ik. Voor mijn luxe trajecten heb ik soms een sessie erbij in zitten waarbij ik dan techniek uitleg aan mensen, zodat ze optimaal weten hoe ze een plan moeten uitvoeren. Dat soort dingen. En ook nog business coach, geloof ik? Ja, maar dat is niet hierin. Dat is nee, maar gewoon over het algemeen. Ja, dus ik doe business coaching, doe ik nationaal en internationaal. In Nederland heb ik een groep van ongeveer 30 ondernemers die ik help met eigenlijk, het zijn voornamelijk PT-studio's, online coaches. Soms zijn het sportschool-eigenaren die ik dan help om als het ware gewoon groter te worden, dus meer leden. En dan ook nog betere resultaten krijgen, dus een combinatie daarvan. En internationaal is het dan voornamelijk van oké, hoe ze meer omzet kunnen genereren, hoe meer tijd terug te krijgen. In die richting weer dan gaan denken. Je hebt toch ook wel eens Jeff Nippard, dat wil je de vorige keer vertellen. Nee, Jeremy Atey heb ik wel mee gewerkt. Oh, Jeremy Atey, oké. En Jay Cutler. Jay Cutler heb ik daar getraind. Ja. En ik hoorde net dat jij ook eens een keer met Sebum... Ja, was toen een keer in Nashville. En het was meer gewoon van, hij was met zijn app bezig. En hij had wel wat vragen over achter de schermen van hoe hij dat kon doen met allemaal dingen toevoegen. En dat stelde hij gewoon persoonlijk ook? Ja, dus, maar hij is heel erg goed qua marketing. Zeker qua branding is hij al heel slim. En het was voornamelijk gewoon voor hem van, oké, hoe zie jij dit, hoe zie jij dat? En het was wel grappig, hij gelijk zijn telefoon pakken en notities maken. Dus hij is wel echt slim in dat soort dingen. Ja, hij merkt het ook. Hij heeft natuurlijk ook die slis, toch? En dan gaat hij, dan heeft hij de Savage pre-workout. Ja, en zo. Ja. We hadden het natuurlijk over met Wesley vorige keer in de podcast. En dan had hij het ook over een stukje over Sebum. En hij zei ook van, hij heeft wel iets unieks. Ja, en hij is misschien wel de sterkste persoon die ik ooit heb zien trainen. Ja? Mensen onderschatten hoe sterk hij is. Ja? Want ik was toen met John Madders aan het trainen. En hij was toen met zijn schoonbroer was hij aan het trainen. En ik zag ze hacksquat doen en ik dacht dat het een werksetje was. Was het een opwarmsetje? Dat ik dacht van, dat is niet normaal. Dus de gewichten rolden er al bijna. Ik denk, ga je nog zwaarder? Hoe dan? Er kan bijna niks meer op. Dus dat was wel echt grappig om te zien. Zo. Wat is jouw favoriete apparatuur hier zo in? Ik heb het vroeger net al, maar ik denk... Ik heb een Prime Prodigy rack. En dat is dus een soort, voor de mensen die dus luisteren. Het is een soort half rack, waarbij je dus kan... Je kan eruit squatten, deadliften, kan je erin, benchpress kan je erin doen, lat pulldowns, cable, pulleys, alles zit er eigenlijk op. Dus het is echt een heel luxe rek. En het heeft gewoon alle handvaten, maar je kunt echt alles verstellen zodat je optimaal voor je bouw uitkomt. Dus dat is echt... Het zijn ook next level grips. Ik heb toen rug getraind hier. Was al, mocht jij hier trainen? Ja. Jongen. Voor video wat een eer. Ik hoorde ook dat jij hem dus hebt laten personaliseren omdat je hem had uitgespeeld. Het voordeel is, als je dus een bestelling doet bij Prime, je krijgt een contactpersoon en je kunt gewoon aangeven waar je naar op zoek bent. Ja, dus op een gegeven moment gaf ik al aan, van ik had een LED pulldown, die haalde ik best wel makkelijk. Dus dan pas ik die instelling pas ik aan. Dan kan je nog wat zwaarder. Dan pas ik dit en dit aan, dan kan je nog wat zwaarder. Ja. En hij zegt, dan ga je het sowieso nooit meer redden. Ze zeggen, de rest van je leven kun je erop trainen en je gaat nog met problemen. Ik zeg, doe maar. Dus dan maken ze hem gewoon aan. Maar je kunt echt alles aangeven. Kleurtjes, alles kun je aangeven. Maar zodra je apparatuur bestelt, je kunt alles aangeven. Super, super deluxe. En ook gewoon echt super gepersonaliseerd. Ja, dat hebben we niet in Nederland.
Nee, ja, over de... Ja, sportscholen hebben wel die opties ook van wat kleurwacht, apparatuur zijn en dat soort dingen. Alleen, of gewichtstags kunnen in Nederland normaal gesproken laten zeggen als je een live fitness hebt of een Nautilus of een Matrix. Zo ver gaat Matrix kun je, niet. Ja, kunnen ze niet, gaan ze niet over gewichtstags. Oh, je krijgt een paar platen extra, dat doen ze niet. Nou, Prime doet dat dus blijkbaar wel. Wat vind jij van de sportapparatuur hier in de Nederlandse sportscholen? Het verschilt heel erg per sportschool. Over het algemeen zou ik zeggen, ze zijn waardeloos. Laten we 3 sportscholen nemen. De Basic Fit, eentje die jij wel echt goede apparatuur vindt hebben. Ik weet niet welke jij... Ja, nou kijk, het is niet... Op zich, ik ben de apparatuurkeuze van Basic Fit ben ik het niet mee eens. Als ik zou zeggen als Basic Fit, zou ik persoonlijk andere apparatuur kiezen die beter is. Ik snap hun concept wel. Basic Fit, wat veel mensen niet begrijpen is... Zij zijn niet bezig met de beste sportschool van Nederland te worden. Voor hun is het, ze zitten in vastgoed en eigenlijk wat ze doen... De sporters die daar komen, is gewoon een manier om de... kosten van de pand te dekken, zodat ze meer panden kunnen kopen. Dat is letterlijk het hele plan van Basic. Ja, joh. Er zit een vastgoedmaatschappij achter. Het hele doel is niet optimaal voor de sporters te zijn. Dat verklaart Ed Sheeran de hele tijd. Ja. Ik snapte het al niet. Dus ze geven helemaal niks om de sporters eigenlijk. Nu hebben ze natuurlijk wel, ze hebben een standaard concept van dit soort apparatuur moeten staan. Kijk, je kunt er goed mee trainen. Heel simpel, William Bonak traint in Basic Fit en die is bijna top 2 van de wereld geworden. Ik heb hem een keer gezien. Ja, hij is dus, een grote jongen. Ja, ik ken hem niet. Nee, maar dus je kunt best wel ver komen in een Basic Fit, alleen... Is het het beste apparatuur dat er is? Nee, zeker niet. Maar ik snap ze wel, want ze hebben waarschijnlijk een deal met Matrix gemaakt... omdat ze zo groot zijn dat ze super goedkoop kunnen inkopen... waardoor hun kosten heel laag zijn en waardoor ze waarschijnlijk meer winst maken. En waarschijnlijk ook een deal met die massagestoelmaatschappij. want Matrix, je hebt Matrix, Techno Gym en wat voor mainstream... Live Fitness is nog een bekende in Nederland. Ja. Dan heb je Panatta, Nautilus. Dat zijn een beetje de meest gangbare merken. Panatta en Nautilus, dat zijn toch al wat duurdere merken, toch? Ja, die worden al wat duurder. En in welke sportscholen staan die dan? Kijk, je hebt franchises, die hebben meestal wel gewoon bijvoorbeeld Anytime Fitness is voornamelijk live fitness. Ga je even kijken, Techno Gym staat vaak in de wat luxere concepten. Dus dan ga je naar bijvoorbeeld een hotel gym en een wat luxere hotel, dan heb je bijna altijd Techno Gym. Dus die domineren dat segment. Dan, ja, Panatta, dat zijn vaak wat oudere sportscholen, want Panatta tegenwoordig verkoopt niet heel veel meer. Dus dat zijn vaak de wat oudere, of mensen van een oudere stempel die dat speel graag willen hebben, omdat ze dat altijd op getraind hebben. Ja, klopt. Dat merk je heel veel. Dus ja, ik vind bijvoorbeeld Hammerstrength Klein van Live Fitness vind ik goed. Waarom? Het kan niet kapot en het is gewoon, je kan zwaar trainen. Ja. Dus dat is wel top. Die vind ik wel goed. Panatta heeft een aantal apparaten die fantastisch zijn, maar ook een aantal die echt gewoon flink naast zitten. Dus ja, het is een beetje zoeken. Als jij, ik ben 21 jaar. Ja. Ik heb een kleine portemonnee, maar ik wil wel gymmen in een goede gym. Welke gym zou jij, als jij mij was, een abonnement op afsluiten? Ja. Ik zou beginnen gewoon bij een Basic Fit of Fit for Free, want heel simpel, een dumbbell blijft een dumbbell. En een stang blijft een stang. De eerste paar jaar zou ik zeggen, je kunt best wel eenvoudig beginnen. En het is meer op een gegeven moment als je gevorderd wordt, dat je op een gegeven moment vastloopt. Ik denk dat het belangrijkste is eigenlijk niet eens wat voor apparatuur de gym heeft, maar wat voor mensen daar binnen lopen. Dus je moet wel gemotiveerd worden door mensen die er zijn. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik in Nieuwegein sportte. En ik sportte op een gegeven moment bij een sportschool waar eigenlijk de hoofddoel was eigenlijk groepslessen. Daar lag de focus op. Dus wat kwam je tegen in de sportzaal? Niet zo heel veel bijzondere mensen. Dus ik was al vrij recreanten. Was ik een van de top 10 sterkste personen in die gym. Toen ging ik op een gegeven moment naar een hardcore sportschool, die ook toevallig ook een Nieuwegein was. En ik weet dat de eerste dag dat ik binnenkwam, en er was een Turkse man was bezig. En die was volgens mij top 5 van, was heel geworden op de Arnold Classic. En die was een hexquat aan het doen met 300 zoveel kilo. Dat ik stond kijken, doen mensen dit soort gewichten? Ja, gewoon, maar dan ga je denken, ik kan dus blijkbaar wel een stukje gezwaarder gaan trainen, want er is veel meer mogelijk. Dus ik denk dat de omgeving waar je omringt, dat maakt heel veel uit. Dus als je in de sportschool komt en denkt, iedereen ziet er hier echt top uit. Ik wil er ook zo uitzien. Ik denk dat je daar harder van vooruit gaat dan dat je in een gym komt. Waar alleen maar, laten we zeggen, senioren aan het sporten zijn waar je niet gemotiveerd van raakt. Duidelijk, duidelijk. Dat denk je dat wij in Nederland achterlopen met de sportscholen? In de zin van qua apparatuur wat er staat ten opzichte van andere landen? 100%. Want je bent ook al, je bent vaak in Amerika natuurlijk, ook in Dubai, gewoon Mr. International, om maar zo te zeggen. Ja. Maar die gyms in Amerika, dat is voor mij wel gewoon echt next level wat je daar ziet. Ja, het niveauverschil is gewoon echt heel groot. Dus gewoon, kijk, in Nederland, als je bijvoorbeeld een stermaster neemt, even een voorbeeld, dan mag je blij zijn als er 2 of 3 of 5 stermasters in de sportschool staat. In Amerika beginnen ze ongeveer bij 250 stuks in de gemiddelde gym. Holy shit. Ja, dus dat is, je gaat nooit een probleem hebben dat je apparaat bezet is. Maar bijvoorbeeld wil jij bankdrukken, staan er gewoon 10, 15 kooien op rij. Waar je gewoon squatten kan doen, maar waar je kan bankdrukken, staan gewoon 10 bankdrukbanken op rij. Toen je denkt, waarom hebben we dit in Nederland niet zo groot? Het is daar voor mij ook echt zo groot als een warenhuis. Ja. Ik zie daar soms filmpjes voorbij komen en ik denk, holy shit. Walmart-achtig. Nou, ja, ik ben bijna wel. Normaal ben ik in Las Vegas. Als je bij een LVAC gaat trainen, dat is daar gewoon een soort Basic Fit van Las Vegas. Ja. Ja,
is gewoon niet normaal. Ik kan wel een videootje maken voor mensen als ze een keertje willen zien. Maar ja, als jij cardio zaal binnenkomt, ik denk ook wel dat is gewoon echt absurd. Er staan gewoon 250 lopen, 250 kost geen. Dus je echt denkt, is dit een waakhuis waar ze apparatuur verkopen? Ja, iets, ja. Want zo vol staat het. Ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik daar was. En op een gegeven moment dacht ik, oh, ik wil dit apparaat wel een keer proberen. Want ik heb dat nog nooit gezien. Er staan nog vijf op een rij. Denk, een soort kind in Nederland zie ik ze niet. En hier staan ze gewoon op een rij. Dus dat niveauverschil is echt heel groot. Dus dat merk je wel echt. Vind je dat we dat in Nederland ook zouden moeten hebben? Social ja, gyms? Ik denk wel. Bijvoorbeeld, ik zag gisteren, had ik nog met Paul over. Ik zag een post voorbij komen in een Facebookgroep waar ik lid van ben. En dan zag ik een jongen van 23 die echt 1,75, 103 kilo echt afgetraind groot was. In Nederland ga je nooit zo iemand tegenkomen. Dat weet ik 100% zeker. Puur omdat de apparatuur al niet zo is dat je zo groot kan worden op die leeftijd. Zelfs als je supergenen hebben, de hele omgeving is er niet voor gericht. Dus ik denk dat daar wel een behoorlijk verschil in zit. Denk je dat de apparatuur daarmee te maken heeft? Absoluut. Waarom? Dat, Ik zal een makkelijk voorbeeld geven dat de meeste mensen kunnen snappen. Je hebt een lekkul in de sportschool. Neem een zittende lekkul die hier letterlijk achter mij staat. Ja. En de meeste lekkuls die je in Nederland doet, je mag blij zijn als je in een stoeltje blijft zitten, je glijdt er bijna uit als je bezig bent. Want ze zijn meestal niet heel best. Nee, klopt. En ik weet nog, in 2014 ging ik naar Amerika toe en ik ging de muscle camp daar volgen van Ben Pekulski. En ik was een paar dagen eerder en ik denk, weet je wat, laat ik eerst even benen trainen, heb ik die alvast afgevinkt, hoef ik dat niet meer te doen. Dus ik ga naar Powerhouse Gym daar in Tempo was toen tijd. En ik ga daar, ik denk, ik ga mijn benen doen en ik begin altijd met een lekkul met mijn beentraining. Dus ik ga zitten in die zittende lekkul, maar in plaats van het bankje plat is, is die een beetje schuin achterover hellend. Dus ik ga zitten en ik doe 3 herhalingen en met licht gewicht kreeg ik al kramp in mijn hamstring. Dus ik dacht, dit heb ik nooit gevoeld. Wat is dit? Hoe dan? Dus ik letterlijk van het apparaat, dat stond naar het apparaat. Waarom hebben we deze niet in Nederland? Deze is echt zoveel beter. Dus ja, er zit gewoon echt zo'n groot. Dus je kunt je spieren gewoon veel beter aanspannen, automatisch zonder dat je nadenkt. Omdat apparatuur gewoon echt wel een groot verschil maakt. Dus ik denk dat dat echt wel verschil maakt. Maar ook gewoon, hoeveel sportscholen ken jij die maar tot 32, 34, 36, 38, 40 kilo dumbbells gaan? Genoeg. Ja. Bijna elke gym. Ja, terwijl op een gegeven moment... Basic gaat tot 50, toch? Sommige gym. Sommige gaan ook maar tot 40. Maar ik heb genoeg mensen in coaching die dat uitspelen. Dat we op een gegeven moment bezig zijn met een dumbbell press. Doen we eerst één hand en dan de andere hand. En op een gegeven moment moeten we gewoon gaan bankdrukken. Omdat het gewoon niet anders kan, omdat ze te sterk worden. Ja, dan word je gewoon letterlijk tegengehouden door je gym. Ja, en dat vind ik wel een nadeel. Ja. Ja, maar ik denk dat er wel genoeg opties zijn binnen Nederland waar je dat ook kan veranderen, toch? Ik bedoel, ja, maar sommige gebieden kan het gewoon. Je moet wel kijken van Friesland. Mensen willen bijvoorbeeld 10 minuten, een kwartiertje naar een gym rijden. Als je elke dag een half uur moet gaan rijden om fatsoenlijk te kunnen trainen, dat is best wel ver. Er zijn die gasten die rijden gewoon een half uur, 3 kwartier om naar Gold Gym te gaan. Omdat ze daar helemaal fan van zijn. Ja. Dus dat, en dat is Gold Gym voor mij nog helemaal niet zo top-notch. Gold Gym heeft wel heel veel en je hebt gewoon heel veel keuze. Maar ja, het is niet de top-notch apparatuur, zeg maar. Nee, ze maken wel verbeteringen, maar ze zijn er nog niet. Hmm. Ja, kan je nagaan. Wat vind jij de beste gym in Nederland? Frank's Gym. Ja, het is lastig. Ik zou zeggen, er is niet een, als ik gewoon kijk vergelijk met het buitenland waar ik ben geweest in Nederland, komt er niet eens eentje in de top 100. Okay, dus maar het verschil is best wel groot. Dus het is echt zo bizar. Ja. Okay. Dus ja, ik realiseer me dat misschien niet, omdat ik gewoon ook niet zoveel kennis dat over dat heb. Dat ik met huwelijksreis waren, we op een gegeven moment waren een tour aan het maken met een camper door West-Amerika. En ja, toen kwam ik en gewoon, ik ging gewoon regelmatig nog gewoon trainen, omdat ik het leuk vind en Paul ook. Dus we stopten dan ergens en ik ging gewoon in een klein plaatsje, gingen we trainen en dan kwamen gyms tegen. In Nederland zie je dit gewoon niet. En we kenden deze plaats nog niet eens tot we het tegenkwamen dat het op de route lag. En die hebben gewoon een luxere gym dan wat wij hier gezien hebben. Dus dat is wel echt erg om te zien. Dat we gewoon elke dag kwamen met gyms tegen. Denk, luxer, nog gekker. Dat je denkt, dat is niet normaal. Hoe komt dat, denk je? Dat die gyms zo verschillen? Is dat cultuur of zo? Ja, ik of denk is dat, cultuur wel, ja. Dat want, denk bijvoorbeeld, maar ook, ook gewoon importeerkosten. Als ik gewoon kijk hoeveel moeite je moet doen om tegenwoordig iets in Nederland te krijgen. Ik snap wel dat sportschool-eigenaren het niet doen. Want het is echt heel duur. Als ik gewoon kijk van het Prime-apparaat, om als voorbeeld te geven. Het apparaat was €12.000 om te kopen. En ik bedenk dat ik nog €5.000 aan douanekosten, importkosten en alles moest betalen. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Ja, want in Amerika maken ze de meeste apparatuur zelf. Ja, maar wordt echt in Amerika zelf gemaakt. Dus heel veel van die, bijvoorbeeld Arsenal Strength vind ik ook een goed merk. Ja, ga je in Nederland niet krijgen, want dat wordt ook weer in Amerika gemaakt. Eerder dat je het hier krijgt. Ik heb het met eigenaar erover gehad. Die zegt, Frank, ik wil het heel graag hebben. Maar ik kan me niet verantwoorden dat ik 40% van het bedrag aan de douane moet betalen. Ja, misschien als daar wat in verandert, dan misschien kunnen we wat stapjes omhoog maken. Ja. Maar ik zit nu even om me heen te kijken. Ik zie allemaal, ik zag jou echt gewoon
heel erg met glinsterende ogen kijken toen we hier binnenliepen. Ja, dit is gewoon een sexy gym, man. Prime is gewoon top-notch. Dat is wat ze gebruiken bij N1 Education. Daar heeft Jay de vorige keer ook wat over verteld. En dat, jij kent dat ook trouwens. Je bent voor mij bevriend met Kassem, toch? Want, ja, en ik heb gewoon... met Jay heb ik toen samen een workshop gedaan in Nederland met hem. Ah, oké. Okay. Ja, er staat hier echt. Er staat hier allemaal Prime, top of the top, top-notch. Top of the notch in ieder geval. Hoeveel euro denk je dat deze hele gym waard is? Inclusief of exclusief btw? ik denk iets minder dan een ton. Ja? Ja. Oké. Okay. En wat is dan? En dan is de even kijken, dat apparaat. Die is wel de duurste. Even kijken. De Prime. De Prime. Ja, die is wel de duurste. Okay. Maar dumbbells zijn ook wel prijzig. Die gaan ook wel hard. Want je betaalt per kilo, dus je kan zelf uitrekenen dat het gaat op een gegeven moment best wel hard als je zware dumbbells hebt liggen. Ja. En ja, apparatuur. Kijk, ik heb dan nog wel. Het is wel als je veel koopt, krijg je meer korting. Dat wel. Ja. Maar alsnog, als je het gewoon los zou kopen, wordt het best wel een duur iets. Kijk, ik kan het verantwoorden omdat ik workshops geef, opleidingen geef, dus dan verdient het op mijn zicht wel terug. Ja. Maar ja, het is geen goedkope hobby. Sportschoolhouder ben je er waarschijnlijk 15 jaar mee bezig en dan kan je het al bijna afschrijven. Nee, als je een goede sportschoolhouder bent, hoor je het binnen 6 maanden terug te verdienen. 6 maanden? Als je het goed indeelt. Zo. Ik heb Alex en Mozi in Amerika gesproken, die dus heel veel doet met sportscholen opstarten. Je kan het prima binnen 6 maanden terug verdienen, maar de meeste sportscholen in Nederland pakken het verkeerd aan. En okay. Hoe pakken ze dat verkeerd aan dan? Ik heb mijn training programma traject dat heel succesvol is. Ja. Dus je kan dat soort dingen ook in sportscholen doen, waardoor mensen vooraf gaan betalen met een groot bedrag. Dus in plaats van wat Basic Fit doet 29,95 aanbieden en dan mag je onbeperkt sporten of hoeveel het tegenwoordig ook is, doe jij een groot bedrag, maar geef je de coaching bij en zorg dat mensen successen krijgen. En dan gaat ineens je sportschool sneller groeien, omdat mensen gaan babbelen van hey, ik kom daar en ik word geholpen, ik krijg resultaat. Mond-op-mond reclame inderdaad. Je moet ze ergens op gaan pakken in Basic Fit, anders ga je ze tegenwoordig niet meer verslaan. Ja. En dan kan je dus een groot bedrag doen en dan kan je daar een heel makkelijke strategie mee doen, dat je daarna mensen op zich verlengt voor een jaarprogramma. En dan hou je veel meer geld aan het einde over. Blijf ook heb consistent. Je iets van marketing gedaan of zo? Nee, geen marketing. Ik heb net jou boven gesproken voordat we binnenkwamen lopen. En vertelde jij inderdaad over hoe je bezig was met marketing. En als je het dan zo uitlegt, dan snap ik wel waarom dat... Dus het is gewoon, in Nederland kennen we nog niet heel veel strategieën om dat te doen. En ik heb genoeg inmiddels wereldwijd gezien van hoe anderen dat aanpakken. Dan ik denk van, je kunt echt wel succesvol lanceren als je het doet. Oké, ik zal zelf geen sportschool starten omdat ik niet genoeg aanwezig kan zijn. Maar ja, ik denk wel dat er nog wel heel veel ruimte is om sportscholen veel aantrekkelijker te maken. Waardoor het veel harder groeit. Ja, oké. Heel snel, de slechtste sportschool in Nederland en de beste. Dat is lastig. Slechtste zou ik niet eens weten, want daar ben ik waarschijnlijk nog nooit geweest. Nee, oké. Okay. Houden zo. Mainstream dan. Mainstream. Ja, dan zal Basic Fit waarschijnlijk toch bij mij wel onder slechte vallen. En dan voornamelijk vanwege de drukte. Ja. Want als ik gewoon van mijn cliënten hoor hoe vaak ze problemen hebben met gewoon apparatuur. Kunnen wij ook van onze volgers. Ja, dus uurtje wachten op de benchpress. Dus dat. En de beste, ja, dat is lastig, want... Er zijn er wel meerdere die ik goed vind. Dus het is niet eentje die eruit springt. Dus het gaat voornamelijk om... Maar welke kenmerken heeft de beste sportschool nodig volgens jou? Ik denk sowieso veel apparatuur, zodat je veel ruimte hebt. Wat ik fijn vind, als het sowieso qua zuurstof heel fijn is. Want zeker nu, nu is het toevallig warm buiten. Maar je zal waarschijnlijk wel merken, als er niet optimaal qua zuurstof is, train je gewoon niet lekker. Ik weet, ik was bij Binus in Dubai laatst en daar hebben ze dus geen airco en dat was 40 graden buiten. Probeer maar eens benen te trainen. Dat is en dat is, dan ga je bijna dood. Dus dat soort dingen let ik ook wel echt op. Sowieso, ik denk licht vind ik wel heel fijn als het een beetje licht in de gym is. Dus je hebt van, echt van die donkere hokken, dat denk ik van, dat is niet heel ideaal. En ik denk, dat is motiverende omgeving. Dus kijk, zolang je maar mensen om je heen hebt die heel motiverend zijn. Spiegels ook nog belangrijk? Ik denk het wel. Zeker voor mensen om gewoon een keer te zien wat hun houding is. Maar ik denk ook wel dat spiegels je confronteert en je wat harder motiveert laat trainen. Misschien. Ja. Ja. Maar de slechtste, Basic, Dat is ook wel logisch, denk ik, als je gaat kijken naar wat jij net zegt. Ik bedoel, je zegt van ze doen het voor het vastgoed. Ja. Wist ik niet. Nee, ik zelfs niet. Ik wist dat niet. De meeste dingen ben ik wel van op de hoogte. Maar en de beste? Ook mainstream gewoon. Hè? Gewoon in ieder geval, je kan hele... kleine particuliere gyms opnoemen die echt ik mag trouwens ook, weet je, ga je gang. Ja, ik zit te denken. Gratis promo voor die. Nee, dit is gewoon echt zoeken, want ik weet meerdere waar ik denk van die hebben wel wat, maar als je er echt springt er eentje uit op dit moment nog niet. Dus dat maakt het lastig. Oké. Okay. Ja. Je hebt er niet eentje waarvan je denkt van nou deze zou ik wel aanraden aan de luisteraar om te proberen. Nee, ik zou zeggen, wat ik sowieso wil afweren, train bij heel veel verschillende sportscholen. Ik denk dat een van de beste dingen die mensen gewoon kunnen doen, is bijvoorbeeld zeggen van, om de week ga ik een keertje bij een andere gym trainen. Om gewoon eens kijken van wat mij bevalt.
Want ik heb bij duizenden sportscholen inmiddels getraind. Daar leer je meer van dan dat je elke week bij dezelfde apparatuur blijft zitten. En ook gewoon puur voor motivatie is het heel goed om een keer afwisseling te hebben. En hoe zou je dat doen met gewichten dan? Want de meeste mensen die hebben altijd hun eigen weightstackie bij de vaste gym. 60 kilo trekken ze dan naar beneden. Ja. Hoe weet je dan dat er bijna... Want dat is ook soms wel eens anders bij een andere gym. Ik train dus in heel verschillende sportscholen. En wat ik heb gewoon... Ik heb een logboek gemaakt op type apparatuur. Wat ik daarmee doe. Maar bijvoorbeeld een dumbbell. Kijk, ja, het verschilt misschien nog hoe je handvat hebt. Ja, maar waarom zouden ze dat niet allemaal gelijk maken? Waar slaat het eigenlijk? Ja, het zijn gewoon verschillende merken. Dus er zit gewoon verschil tussen hoeveel katrollen ze gebruiken. Bepaalde spanning op de kabel. Er zit een patent op een apparaat van hoe je mag bouwen. Als dat eenmaal gebouwd is, kunnen ze het niet meer nabouwen. Dus dan moeten ze net een kleine aanpassing maken, zodat het nog steeds hetzelfde doet. Maar dan is het gewichtsverhaal. Ja, dus dat patent zorgt eigenlijk gewoon voor iedereen bij heel veel hoofdpijn? Ja. Eigenlijk wel, ja. Ik bedoel. Dus dat maakt het gewoon lastig. Dus ik zou gewoon letterlijk zeggen van... test, schrijf gewoon op wat je voelt. Oké, ik heb live fitness gedaan, deze lijn, dit gewicht. Daarna pak ik Nautilus, deze lijn, dit gewicht. En dan ga je daarop prestatie verbeteren. Dat is wat ik letterlijk doe. Maar ik merk ook van als ik dus in het buitenland ben... en ze hebben dezelfde apparatuur staan als ik hier heb... nou, dan pak ik dat apparaat, want dan weet ik niet wat ik moet doen. Ja, dan kan er wel wat leuk staan, maar ik pak dan wel de dingen die ik gewend ben. Snap ik wel. Misschien een leuke vraag om mee af te sluiten. Denk jij dat wij, om even terug te komen op hetgeen wat je net zei, dat we in Nederland een beetje achterlopen. Denk jij dat wij in Nederland minder goed vertegenwoordigd worden in dingen als Olympia, et cetera, omdat wij achterliggende apparatuur hebben? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Ik denk dat dat sowieso... Nederlanders hebben niet de beste genetica in dat opzicht. Natuurlijk zullen er wel een paar mensen zijn die goede genen hebben. Maar ik denk wel dat, als je gewoon kijkt, wij zijn in Nederland 18 miljoen mensen... Neem even andere landen, die hebben soms wel 300, 400, 500. Daar zitten meer genetisch bevoegde mensen tussen dat. Dat is waar, ja. En ik denk meer dat het schoolsysteem met sporten daarmee te maken heeft. Bijvoorbeeld in Amerika gaan mensen naar een college toe. Ja. En daar worden ze al heel erg maximaal getest op wat ze qua prestatie kunnen. In Nederland, heel veel basisscholen hebben tegenwoordig niet eens gymlessen meer. Nee. Dus je wordt, is dat zo? Ja. Ja, voor mij wel. Ja. Waar denk je dat het overgewicht vandaan komt? 60% van Europa heeft dus overgewicht. Ik denk dat het meer in zit van... we worden minder als jeugd geprikkeld tot sportactiviteiten... waardoor sommige mensen die goede ontwikkeling hebben... kwalijke zaken wel. Genetica hebben, eigenlijk worden overgeslagen. Ik denk dat daar het meer in zit dan op een gegeven moment de sportschool zelf. Ik denk dat het de eerste jaren daarvoor al fout gaat... omdat je eigenlijk niet geprikkeld wordt in degene waar je misschien goed in bent. Ja, ik werd vroeger ook altijd, als ik gewoon een luid, dik jonger nergens zin in had. En ik werd niet geprikkeld door de school of zo. Als je dan ging huilen, dan hoeft hij niet te doen. En in Amerika wordt waarschijnlijk gewoon eraf getrapt anders. Go in je high school bullies op jou rennen, jongen. I want your lunch. In andere landen is het gewoon, op jongere leeftijd worden mensen al veel meer uitgedaagd. Bijvoorbeeld, als ik in Dubai hoorde van sommige jongens, dan worden ze gewoon serieus met 10, 12. Gaan ze al echt serieus beginnen met verschillende sporten. Bijvoorbeeld, al nemen ze turn of gymnastiek of iets dergelijks. En ga je daar serieus goed in worden, bouw je al behoorlijk wat spierkracht op. Ja. Ja, dan ga je wel grotere stappen maken. Maar in Nederland gebeurt dat bijna niet. De softe mentaliteit hoor ik al. Nou, dat is een ander soort maatschappij. Nee, een ander soort maatschappij. Daar zit het grote verschil in. Ja, en ik weet niet of het ene beter is dan het andere. Maar... Nee, maar bij ons ligt de nadruk voor, denk ik, meer op voetbal, schaatsen, hockey. Dat soort sporten ligt Nederland meer dan echt krachtsporten. Ja, en ik denk ook dat het verschil ligt in... hier is het niet echt per se gericht op prestatie en op leveren, maar meer om gewoon... Ja, wij zijn veel minder competitief ingesteld op dat vlak. Ja. Nou, ik denk dat wel een mooie afsluiting is. Ja, zeker. Dus ga de groeimaten. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende. Ciao. Ja.